Na de dood van Robespierre kwam er een einde aan de terreur van de Jacobijnen. De Girondijnen grepen weer de macht, maar daarmee was de rust in Frankrijk niet weergekeerd. Die Girondijnen die, hadden aanhangers vooral bij die gegoede burgerij en die waren wat gematigder en die vonden dus dat die radicale Jacobijnen te ver waren gegaan. En daarom werden een aantal veranderingen teruggedraaid. En de belangrijkste verandering was dat het kiesrecht weer werd veranderd. Het algemeen kiesrecht werd afgeschaft en er kwam weer een zogenaamd censuskiesrecht voor in de plaats, waardoor de macht weer in handen kwam van de gegoede burgerij. Nou, in deze periode van de Franse Revolutie die we nu ingaan, staat bekend als de periode van het Directoire. En die is genoemd naar de vijf zogenaamde directeuren die probeerden de rust in Frankrijk te herstellen. Die vijf directeuren die maakten samen eigenlijk het bestuur uit in Frankrijk. En er staat expres dat woordje proberen, want het lukte namelijk niet om de rust in Frankrijk te herstellen. De onrust die bleef. Nou, hoe kan dat? Wat zijn daar de redenen voor? Er waren hoge voedselprijzen, er was grote hongersnood omdat er een aantal misoogsten waren geweest. Dat zorgde ervoor dat de arme bevolking weer begon te klagen, waardoor de aanhang van de Jacobijnen ook weer toenam. En daardoor kon die Girondijnen lastig regeren. Tegelijkertijd was Frankrijk ook verwikkeld in een aantal oorlogen, dat waren ze al vanaf 1792, en die coalitieoorlogen die bleven doorlopen. En dat zorgde er ook voor dat het onrustig was in het buitenland, maar natuurlijk ook in Frankrijk zelf. En daarnaast waren er ook nog allerlei conservatieve krachten, waaronder veel edelen, die probeerden om alle revolutionaire gebeurtenissen weer terug te draaien, om dat ancien regime weer terug te krijgen. De adel kwam in opstand tegen dat directoire. Problemen genoeg dus voor Frankrijk in deze periode. En daar werd in 1799 een einde aan gemaakt door een kleine Corsicaan genaamd Napoleon. Hij pleegde een staatsgreep en hij nam de macht in handen. Hoe kan dat dat hij een staatsgreep pleegde? Nou ja, die Napoleon was al heel vroeg in de Franse Revolutie het Franse leger ingegaan en die had zich vanaf 1793 op weten te werken tot een van de belangrijkste legerleiders. Hij had de steun van heel veel soldaten achter zich staan. Hij had ook een aantal succesvolle veldtochten gehad waarin hij had bewezen dat hij een goede legerleider was. Nou, met behulp van zijn soldaten greep Napoleon dus de macht. En hij noemde zichzelf tot de eerste consul. En 5 jaar later ging hij nog een stap verder, want toen riep hij zichzelf uit tot keizer van Frankrijk. En je ziet er aan de jaartallen al, hij was zo'n 10 jaar keizer van Frankrijk. Toen werd hij verslagen door een buitenlandse coalitie, maar hij wist terug te komen in 1815 heel kort. En hij werd opnieuw keizer van Frankrijk en toen werd hij bij Waterloo definitief verslagen. Maar goed, daar zullen we in een volgende video wel eens naar gaan kijken. Nu eerst naar wat Napoleon eigenlijk wilde. Wat waren zijn doelen? Zijn belangrijkste doel was, toen hij die staatsgreep pleegde, om de rust en de orde in Frankrijk te herstellen. En dat lukte hem heel aardig. En daarom vond ook bijna niemand het erg dat Napoleon die staatsgreep pleegde. Want hij bracht rust, hij bracht orde nadat het eigenlijk 10 jaar lang onrustig was geweest in Frankrijk. Tegelijkertijd wilde hij ook de revolutionaire waarden, de Franse waarden, overbrengen naar het buitenland. En hij wilde een groot deel van Europa veroveren. En hier op dit kaartje, daar zien we al wat hij dan precies veroverde. Dat paarse gebied, dat was in zijn handen. Dat donkerpaarse gebied, dat was het grondgebied van Frankrijk. En de lichtere paarse gebieden, dat waren gebieden die ofwel door hem geregeerd werden, of die aan hem gelieerd werden. Dat waren landen die dus hem eigenlijk steunden. Een belangrijke maatregel die ingevoerd werd door Napoleon was de Code Napoleon die in 1804 in Frankrijk werd ingevoerd. En dat was een burgerlijk wetboek dat voor het eerst in al die tijd vanaf de middeleeuwen of misschien wel daarvoor zorgde voor uniforme wetgeving. Hij maakte een einde aan al die verschillende regels die van stad tot stad en van provincie tot provincie konden verschillen. Wat stond er in dat burgerlijk wetboek, in die Code Napoleon? Nou ja, bijvoorbeeld dat er nu echt gelijkheid kwam voor de wet, voor iedereen. Er kwam eerlijke rechtspraak, er kwam vrijheid van religie, er kwam vrijheid van bezit. En hij haalde ook nog wat macht bij de kerk weg door de burgerlijke stand, nu door de staat te laten regelen en niet langer door de kerk. Als je dus geboren werd, dan werd je geregistreerd nu door iemand van de overheid en niet door iemand van de kerk. Al dat soort zaken zorgden voor meer uniforme wetgeving en een meer uniform bestuur. En gezien het grote rijk dat Napoleon onder controle moest houden, was een uniform bestuur natuurlijk wel makkelijk. Want naarmate Napoleon grotere delen van Europa veroverde, werd ook die Code Napoleon over de rest van Europa verspreid.
Maar ik refereerde er net al even aan, Napoleon werd in 1814 voor het eerst verslagen, omdat er natuurlijk ook landen waren die het niet eens waren met zijn veroveringen. Denk bijvoorbeeld aan Groot-Brittannië, denk bijvoorbeeld aan Pruisen, denk aan Zweden, denk aan Oostenrijk, denk aan Rusland. En een hele grote coalitie wist Napoleon een eerste keer te verslaan en uiteindelijk ook nog een tweede keer in 1815, nadat hij nog 100 dagen aan de macht was geweest. En in 1815 wordt Napoleon dus definitief verslagen. Daarmee komt er een einde aan de Napoleontische tijd en gaat Europa weer een heel nieuw tijdperk in. En dat zullen we in een volgende video gaan zien, maar voor ik het vergeet te zeggen, die code Napoleon is dus ook weer zo'n voorbeeld van de examenmakers. Dit past goed bij het kenmerkend aspect van de verlichting en bij het kenmerkend aspect van de democratische revoluties.